Zo, welkom terug. Vandaag een video over landschapsfotografie, waarbij ik de vijf belangrijkste elementen van landschapsfotografie bespreek. En die vijf elementen zijn in de eerste plaats de voorbereiding. Op de tweede plaats de locatie. Dan als derde element het moment eigenlijk, als vierde element het technische aspect van de foto. En als vijfde element de compositie. En als we over voorbereiding, dat beginnen bij het eerste punt de voorbereiding. Wat ik zelf vaak doe als voorbereiding, is op zoek gaan naar locaties. Maar ik ga niet zozeer op zoek. Ik ga gewoon, ik doe mijn dagelijkse dingen. Ik ga lopen, ik, ga, ik ben onderweg voor het werk en dergelijke meer. En dan kijk ik rond mij en zoek ik naar interessante locaties. En dat is een deel van de voorbereiding. Dus een locatie is eigenlijk een onderdeel van de voorbereiding. En dan maak ik daar foto's van met mijn uh, smartphone. Andere vormen van voorbereiding is uh, op zoek van weersomstandigheden. Om het juiste moment te vinden, dat is dan het derde element alweer afwachten van het juiste moment, de weersomstandigheden opzoeken enzovoort. Ook het materiaal, het juiste materiaal uitzoeken, de juiste lens uitzoeken, het juiste standpunt, de juiste compositie. Dus de voorbereiding omvat eigenlijk het nadenken over de vier andere elementen. Dan het tweede element was de locatie. Ik had al gezegd dat ik met mijn telefoon vaak onderweg foto's neem. De reden dat ik dat met mijn telefoon doe is niet alleen omdat ik die op dat moment bij me heb, maar ook omdat de meeste camera apps die kunnen ook de locatie opslaan. Aan de hand van de GPS-data van je telefoon. Dus dan kun je achteraf heel gemakkelijk op basis van je foto's de locatie terugvinden. En zo heb ik een aantal locaties vastgelegd waarvan ik weet dat ik daar zeker naartoe wil gaan op een ander moment. Want als ik daar op die moment passeer is dat zeker niet. Ik ben daar toevallig in de buurt, ik zie dat en ik wil dat fotograferen, maar ik ben daar niet op de juiste moment. En dan hebben we het eigenlijk al over het derde element, het moment waarop je de foto neemt. Ja, en eigenlijk de foto's die je gaat zien in deze video zijn allemaal foto's genomen ter voorbereiding met telefoon. Dus totaal geen, uh, geen uitzonderlijk mooie foto's, maar gewoon momentopname. En dat is dan het derde element, het moment, het juiste moment afwachten. Dus ik, ik kan die foto's zoals jij deze in de video ziet wel snel onderweg maken. Maar daarbij heb ik nog niet het juiste moment afgewacht. En het juiste moment is vaak. Een moment van juiste licht, veel licht, weinig licht, mist, wolken, bepaalde weersomstandigheden, regen, geen regen. Bijvoorbeeld mooi licht een uur na zonsopgang en een uur voor zonsondergang. Dat is het gouden uur. Je hebt ook zo'n een, een blauw uur, dat is als een uur nadat de zon ondergegaan is, dat is eigenlijk als alles donker is, maar dat er nog net een, een blauwe groet is, dus dat er eigenlijk nog wel meer licht is dan s'nachts. Als je s'nachts wilt fotograferen, zijn ook opnieuw de bewolking, de stand van de maan, uh, omgevingslicht. Al die zaken gaan eigenlijk over het derde element, het moment. En dan komen we bij het vierde element, en we zijn bijna op het einde gekomen. Het vierde element is dan weer het technisch aspect. En het technisch aspect omvat redelijk wat. Maar daaronder moet je dus eigenlijk voor, vooral voor staan het correct belichten van je foto. Het gebruik maken van een statief, het juist scherpstellen, genoeg scherptediepte. Eigenlijk alles wat ook, ook filters, ND-filters, polarisatiefilters, alles wat technisch is, zelfs een nabewerking eigenlijk, kan ook vrij technisch zijn. Het kiezen van de juiste witbalans, belichtingscorrecties, noem maar op. Alles wat technisch van belang is. Dat was het vierde element. En het vijfde en laatste element, en zeker niet te verwaarloos, maar je kan nog alle andere elementen zo goed voorbereiden en zo goed hebben. Als je gewoon lucraak een foto maakt, zonder aan de compositie te denken, dan heb je nog altijd geen goede foto. Dus het vijfde element is de compositie. Bij landschapsfotografie is naast het technische aspect en het moment en natuurlijk de locatie zelf, ook de compositie heel belangrijk. De compositie moet je echt opbouwen. En dan zou ik je aanraden, als je een foto maakt, als je ergens aankomt met je statief, Zet uw statief neer, maar zet uw fototoestel nog niet meteen op dat statief. Ga eerst met uw fototoestel in de hand rondlopen op de locatie die je gekozen hebt, die je voorbereid hebt, op het juiste moment of misschien op, op voorhand om alleen zijn compositie te bepalen. En kijk door uw camera wat dat bepaalde standpunt juist doet met je beeld. Ga naar voren, ga naar achter, ga opzij, gebruik andere brandpuntsafstanden, experimenteer om een goede compositie te bekomen. En composities daar kan heel veel over verteld worden, dus dat ga ik hier zeker ook niet allemaal coveren, maar er komen nog wel video's in de toekomst over landschapsfotografie en over trucjes om, uh, om een interessante compositie binnen landschapsfotografie te bekomen. Zo, dat waren mijn vijf uh, belangrijkste elementen voor uh, landschapsfotografie. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.